Het is al na 2 uur geweest. Welkom iedereen op de tweede Helmershuis. En ik vind het echt een fantastisch initiatief. Toen ik het een paar weken terug hoorde, het initiatief van Remco, Nico, Martin en... wat is het nog een? Erik. En vroeger nog wel wat het eigenlijk worden, zo'n tweeter. En toen ik hoorde van wat de bedoeling was, dacht ik van dat is eigenlijk ook het mooie van Twitter van de sociale media. We communiceren met elkaar, maar organiseren nou eens iets van wat we elkaar ook zien. Dat we elkaar, dat de Twitteraars elkaar ook in delen de lijn doen. En dat vind ik wel echt wel het mooie van dit initiatief. Politie, brandweer, reddingsbrigade bij elkaar. Bezig zijn met de veiligheid, bezig zijn met elkaar informeren en Twitter is daar echt een mooie instrument. Ik doe het zelf ook heel erg veel, met name om te communiceren met de mensen van de veiligheidsregio, maar ook weer naar buiten. Renko zie ik dat heel erg veel doen. Als je zegt, hoe kunnen we de burgers betrekken bij de politie? De reddingsbrigade vind ik een nieuwe lood eraan, want wat betekent dat nou voor als de reddingsbrigade op het strand is, wat kunnen ze ons meegeven? Dat is de kracht van Twitter. De kracht van Twitter is dat we ook hier vandaag met z'n allen staan om namens elkaar over te spreken, kennis te maken en kijken hoe we dat kunnen aanpakken. Ik heb altijd met Twitter één opdracht die ik mezelf altijd meegeef, van don't be stupid, weet van wat je twittert, weet waarom je het gebruikt. En op het moment dat je erover nadenkt, dan heeft het ook echt een meerwaarde. En dat is ook het goede van hier, van dat de meerwaarde is van dat de mensen nog steeds binnenstromen, de mensen elkaar leren kennen en het netwerk op die manier alleen maar zo goed. Complimenten voor de organisatie. En wat mij betreft is dit het begin van een traditie 3.11.